Papa en mama hebben vaak ruzie. Ik denk dat het door mij komt, omdat het al niet zo goed gaat op school. Papa werkt niet en is daardoor veel thuis. Hij zit in de slaapkamer. Toen heb ik mama maar met schoonmaken, want ze moet alles alleen doen. Ik heb maar weinig vriendjes, want ze weten niet hoe het bij mij thuis is.